De mensen mogen voor Clouseau 10x10 een feestje verwachten. Het is feesteditie. We hebben bijvoorbeeld om de show te beginnen iets toch wel, vind ik zelf, redelijk verrassend in elkaar gestoken. Om duidelijk te maken aan de mensen, dit is een feestje. En dan uiteraard stellen we voor een gedeelte onze nieuwe cd voor. Heel veel mensen, ik schat 90% van wat er in Sportpaleis gaat zitten, heeft nog geen een van die nieuwe songs live gehoord. Dus dat is voor ons wel heel spannend en heel tof. Maar we hebben tijdens de zomertour een aantal van die nummers uitgeprobeerd. Die blijken zich goed te tonen voor een publiek. Dus we hebben daar wel vertrouwen in. Voor de rest, naast die 10 nieuwe songs of 9 nieuwe songs, komen er gewoon een hoop hits bij. Al dan niet in een ander kleedje. Of met zo wat andere intro's of outro's aan. Dus, ja, we gaan gewoon proberen onszelf heel hard te amuseren en het publiek erbij. Zoals we dat elk jaar doen trouwens. Maar het is zo dat Clouseau in het midden, ik zat het al jaren geleden, was een van de meest gezellige reeksen die we gedaan hebben. En nu staan we weer in het midden, dus ik hoop daar eigenlijk wel terug op dat weer dat gevoel daarin kruipt. Ten eerste zijn we met heel veel samen. Het is de maximale capaciteit, de hoogste capaciteit dat het Sportpaleis kan verdragen. En we zitten rond de productie is erop gemaakt, de belichting. De mensen gaan een vrede show zien. Ze gaan echt, de show om zich gaat wel vreed worden. We hebben net een test gezien. Dus we hebben boven als het balkon van het Sportpaleis, daar is dus een ramp aan de onderkant. En daar hangen normaal wat publiciteitsdoeken en zo. We hebben daar dus nu een ongeveer een meter hoge en 301 meter lange videowall. Dus we hebben daar net tests van gezien en dat is echt super tof. Dat gaat echt de show ongelooflijk naar een visueel hoger niveau trekken. Ik ben zelf heel benieuwd, want onze lichtman is nu een aantal dingen daarin aan het programmeren. Je kan het uiteraard maar zien als het klaar is. We hebben gepraat van hoe gaat dat eruit zien en die is daar nu mee bezig. Ik kan echt niet wachten om het te zien, want dat gaat spectaculair zijn. Wat ik ook heel tof vind is, iedereen zit eigenlijk even goed in het Sportpaleis. Dat je nu daar zit, staat in het midden. Iedereen kijkt van op ongeveer dezelfde afstand. Iedereen heeft in het verlengde van ons altijd een groter scherm om op te volgen, mochten ze dat willen. Dat is een heel groot verschil met sta langs de kant en dan zijn er mensen die op 80 meter van u zitten. En nu is die afstand gehalveerd en iedereen zit even ver. En dat voor een groot stuk bepaalt ook de sfeer. En de laatste keer dat we daar in dat midden stonden, was dat fantastisch. Dus wat kunnen wij verwachten voor 10x10? Een fantastische reeks. Feestje! We hebben gewoon de beste band van de wereld. Dus kunt daar niet veel over zeggen. Dat is gewoon echt helemaal geweldig. Die stellen zich ook. Die vinden dat natuurlijk zelf ook leuk, hè, om in Sportpaleis te spelen. Dus ik denk niet dat je dat met veel bands meemaakt, dat je zo'n reeks in Sportpaleis kan doen. Dus die maken zelf ook wel wat mee. Maar die stellen elke keer opnieuw hun talent en hun ervaring in dienst van Clouseau, dat is geweldig. Eigenlijk die halen de boel mee naar een hoger niveau gewoon. Ja, het komt erop neer dat dat Clouseau's zijn. Ja. Op die moment zijn wij echt een groep. Wij zullen misschien de promo doen en wij zullen misschien de platen schrijven, het grootste stuk. Maar Clouseau in het Sportpaleis, dat is heel die bende bij elkaar. Dat is niet alleen wij twee. Ze zijn ondertussen er ook al die jaren bij, op Tom Lodewijks na, die er de eerste keer bij is. Maar iedereen kent ze ook. De applausen die ze krijgen als je ze voorstelt. Dames en heren, hier aan de drums, Herman Cambret. Dat zijn warme applausen, erkenningsapplausen, sympathieke betuigingen, zeg maar, van applausen die ze dan krijgen. Ik denk dat hun dat ook wel iets doet, hoor, eerlijk gezegd. Ze zijn geen onbekenden voor het Clouseau-publiek. Integendeel, die zijn allemaal in de harten. Dat is het groepje, hè? Dat is het groepje. Die hebben ook allemaal onze plaat ingespeeld en zo. We doen dat altijd met ons groepje, dus dat is het meest logische en het tofste. Clouseau staat voor de 10e keer in het Sportpaleis. Clouseau, 10x10. Vanaf 4 december. Clouseau, 10x10. Tickets en info op sportpaleis.be of 070 345 345.